En Sarah van Soelen doet vandaag een opmerkelijke onthulling op Instagram. Ze heeft dé methode gevonden om de stress van de afgelopen maanden te verwerken. Cupping. Waarvoor doe ik het? Tegen stress, trauma's, blokkades. Om gewoon weer lekker in mijn vel te zitten. Ja, Sarah die postte dit op Instagram en volgens mij bleef bij de meeste mensen stress en trauma hangen. Maar het is niet zo heel verwonderlijk natuurlijk in de situatie waar zij in zitten. Precies, en we willen op dit moment gewoon heel veel van Sarah weten. Maar eerst even naar de behandeling. Ja. Jij hebt haar gesproken omdat jij ook wilde weten van hoe zit het met die behandeling en heb je daar echt zoveel baat bij? Nou, het cupping, dat ken ik wel. Dat is een Chinese alternatieve geneeswijze wat heel erg kan helpen bij lichamelijke klachten. Hoofdpijn, spierpijn, nekklachten, slaapproblemen, maar ook bij depressies. En ja, met dit soort posts heb je natuurlijk wel een beetje de Nederlandse pers gelijk bracht je aan. Die denken, ho, wacht even. Als het gaat over traumaverwerking en stress, ja, ja, dan gaat bij iedereen natuurlijk wel een belletje rinkelen. Dus we hebben haar ook gevraagd van, hoe zit dat? Met name over die twee woorden, wat is er aan de hand? En ze zegt, nou, ik doe dit al 1,5 jaar. Het heeft mij enorm geholpen om deze behandelingen te doen. En je zag het hier al eventjes. Het zijn soort glazen cupjes die met warmte op de zere plek worden, of de behandelplek worden gezet. En het zuigt een soort jampotjes. En het zuigt een soort vacuüm, waardoor je dus ook heel snel blauwe plekken en zo krijgt. Dus na behandelingen is het vaak ook best wel heftig hoe je eruit ziet. Maar ze heeft er heel veel baat bij. En ze zegt, ik wil dat ook gewoon kunnen delen om te zeggen, mij heeft het geholpen, dus misschien helpt het een ander ook. Maar je zou denken, ik als leek, ik ga straks naar Ellemieke. Je zou denken gewaarschuwd. Je zou denken vooral fysiek baat bij, maar dit kan dus mentaal ook het verschil maken. Ik weet niet of het mentaal verschil maakt, maar als je natuurlijk je lichaam ontspant, dan ja, ontgift en dan mentaal word je dan natuurlijk ook wel iets. Hebben jullie het wel eens gedaan? Ja, ik wel. Ik doe het vaak, ja? Eerlijk gezegd, ja. Maar niet met de glazen. Ik doe het nog met de plastic cups. Ja, dat heb ik ook vaker gedaan. Ja. Maar het is heerlijk. Ik vind het lekkerder dan een massage. Maar het is wel zo dat je in het begin natuurlijk, tenminste, bont dat is mijn blauw, ervaring, hè? Dat je en blauw bent. Ja. En, ja, en ik ben nooit zo ver gekomen dan twee behandelingen. Omdat ik dan echt dacht, ik vind het echt zo. Je moet niet doen voordat je op vakantie gaat. Nou, nee, dat we moeten er niet te diep op ingaan. Want Evert die haakt af. Maar zullen we even kijken hoe het eruit ziet? Ja, ja, precies. Ja, precies. Nou, eventjes fotootjes van onder andere Gwyneth Paltrow in 2004. Dat is echt wel de koningin natuurlijk van de gezondheidsdingen. Die gaat dan over een rode loper. Dat je denkt, wat is er? Dit zijn geen zuigzoenen of wat dan ook. Dat we denken, de eerste wat mensen misschien denken. Maar ook Jennifer Aniston, Hailey Baldwin. Ja, dit soort behandelingen, als je dat doet, dat gaat natuurlijk niet gelijk weg. Dat duurt gewoon, nou, wat doet een bloeduitstorting? Een week, 1,5 week. En Justin Bieber die deed er nog even een schepje bovenop, want die doet dus gewoon een cupping massage bij zijn vriend op een terras. Kijk. Zo. En, beste vriend. Maar ik wilde dus nog even zeggen, het doet dus pijn, toch? Dus ja, is het echt erg ontspannend? Ja. Daarna wel. Okay. Ja, en ook naarmate je het als je het regelmatig doet, word je ook minder blauw. Dan zijn je blokkades natuurlijk zeg maar weg. Ja, heb je er wat van opgestoken even? Ja, ik heb. Ja, je gaat door. Ja, even, je gaat een afspraakje maken. Doen, knap je van op. Patricia.